Wow! Krijgen! Oh! Kijk, gaan sporten! Mias, kom! Hij komt niet meer! Wat is gehad? Ze gaat super! Kijken naar een nieuwe video van Familie Le Grand vanuit het heerlijke, zonnige Dubai. Kijk, ik kan het jullie ook gelijk laten zien. Nou zijn wij hier deze ochtend heerlijk aan het chillen bij het zwembad. En alle drie de jongens zitten ook in het zwembad. En laten we eens even kijken hoe dat eruit ziet. Voordat we dat gaan doen, ga ik jullie trouwens even het uitzicht laten zien hier aan het zwembad. Kijk even hoe mooi. We zitten best wel hoog, zoals jullie kunnen zien. En ook hier een uitzicht. Prachtige skyline daarachter op alle gebouwen. Super mooi. Oké, ik doe mijn voet in het zwembad en dan zeg ik hi Mimi. Ben je lekker in het zwembad aan het chillen? Laat eens even zien hoe jij dat doet. Mimi. Ga je erin? 2. Even een pauze. Hier gaan ze zien. Het is zo schok waar je in het zwembad zit. We hebben Eli. Laat eens even zien hoe jij dat doet, Eli. Helemaal alleen. En onder water. Goed zo. En dan hebben we Debran. Wat is er gebeurd? Maar het is echt zo chill, deze twee, want het is overal best wel diep water, ze kunnen niet staan. Maar ze zijn hier heel de tijd aan het dobberen met hun bandjes om. Heerlijk genieten. Spoedjes wateren. Lekker hoor. Daar hebben we Debbie, de man met zwemdiploma's. Eindelijk zonder bandjes in het water. Oké, hier gaat hij super mee. Oké, daar komt Debran. Wow. Het gaat goed. Oh, daar komt de reddingsbrigade. Daar gaat hem redden. Hij gaat hem niet redden. Hij gaat hem wel redden. Daar is die. De redder is er. Voetjes in de lucht. Chill bonus is aan. Maar het enige wat hij nu eigenlijk wil is het kantje op. Kijk hoe blij hij is. En er weer in springen. Gaan we nog een keer? Nog een keer. Nee. Hij neemt een aanloop. Oké, maak het heel spannend. Mias, ga jij nog iets? Oké, en we wachten. 1 hour later. En daar gaat hij. Daar gaat hij. Eindelijk. Oké, Debbie maakt een aanloop voor een salto. Daar komt hij. Wow, en ik ben helemaal... De hele camera is nat. Zo nat. Daar komt hij, nu iets voorzichtiger. Flying Debran. Hij zwilt nu van het trappetje op en af. Oké, maar eerst is Eli, maar let op hè, wat hij doet. Hij duwt hem! Dat is een obstakel. Debran, probeer hem eraf te krijgen. Mias heeft nu superpowers. Mimi, superpower! Oké, iedereen komt snel het zwembad uit, want er komt iets aan hier. Daar gaan we even klaar voor zitten. Want kijk eens even aan. Hallo. Eten. Nice. Mias, wat is dat? Pizza. Chicken club. Tap van de pizza, hoe smaakt het? Kijk hoe Mias pizza eet. Hij doet het altijd. Hij eet hem dus ondersteboven. Is het lekker, Mimi? Is het lekker? Geen gehoord, goed gehoord. Precies, ja. Oké, we hebben ons helemaal omgekleed en omgewist. En check dit. Kleine influencer. Een telefoontje, gelijk vol op video's. We gaan even de deur uit. We gaan naar het grootste gebouw ter wereld. En dat bevindt zich bij de Dubai Mall. Het is super tof daar, super groot. Maar dat gaan jullie zo ook zien. Maar check dit eerst eventjes. Wacht even, Debbie. Eli bedoel ik. Kijk dit. Swag. Mooie ketting. En kijk dit. Ook swag. Wat zie je er mooi uit. Alleen van Mias hebben we nog niks. Swag kop nog. We gaan het even afmaken. Ook swag. Die zijn helemaal klaar voor.
Kijk, we zijn aangekomen. Check al deze influencers zo. Die foto's en stories aan het maken zijn. Maar waarvan ze aan het maken zijn is... Kijk dit, joh. We stappen net 2 seconden uit. En al deze auto's. Hier word je toch zo vrolijk van. Kijk, kansporten. Lukt die lijn? Maar goed, waarvoor we eigenlijk gekomen zijn is natuurlijk... Kijk hier boven ons. De Burj Khalifa. Tweede keer dat we hier staan en als heel eerlijk, wat vind je ervan? Ja, het lijkt gewoon bizar om te zien en ook gewoon als je weet dat het de grootste gebouw van de wereld is. 28 meter hoog, wat voor gezegd. Blijft gewoon bizar. Daar is het heel mooi met elkaar ja. En zo, maar... Wow. Maar eerst even wachten tot deze kaarsports klaar zijn. Eli, laat je weten als je klaar bent. Oké, we zijn een stukje naar beneden gelopen. Dit is toch wel het mooiste plekje, vind ik, om de Burj Khalifa te zien. Namelijk hier beneden. Hier heb je in de avond de fonteinshow. Dan wordt ook het hele gebouw verlicht. Ik denk ook dat we dat wel straks gaan zien. En nou kan je ook het gebouw in om te gaan bezoeken. Dat hebben wij een paar jaar geleden gedaan. Maar ik moet zeggen, het kost behoorlijk wat. Volgens mij zijn wij in totaal iets van 600, 700 euro kwijt. En we hebben het al een keer gehad. En ik vind het niet de moeite waard om het nog een keer te doen. Eigenlijk is dit al mooi zat. Oké, we zijn even de bal ingelopen. Het is hier zo groot. Maar wat één ding wat hier ook echt binnen super leuk is, is een aquarium. En die is echt mega groot. Je kan dus ook kaartjes kopen, maar zoals je ziet is het ontiegelijk druk. En ik ga heel eventjes gewoon hier een shot maken. Want zoals je kunt zien, kun je hier dus gewoon zo'n onder tunnel door. En ziet, oeh, ik ga bijna op mijn flaatje gelijk gestraft. En hier heb je ook. Maar er is een plek hierachter waar ik iets beter kan zien. Wij skippen deze rij. We gaan even naar de andere kant toe. En als je dus letterlijk even het hoekje omloopt, kan je hier ook gewoon genieten. Zeg eens hi tegen de hi. Waar is de hi? Oh, Mia. Oh, zo. Bibi. Kijk, wow. Hier is hier gelijk. Ja. Zo, kijk die tanden. Besef even dat dit dus nog gewoon een klein gedeelte is. Maar we komen hier iets tegen. Er zijn er dus gewoon van die kooien. Blijkbaar kan je dus ook een ticket kopen. Maar je kan dan de dichte versie kiezen. Die is daar met glas. Of de open versie. Maar kijk even hoe bizar groot en tof dit eruit. De hele school vissen hier. Het is toch super bizar. Dit zit gewoon midden in een shoppingmall. Oké, daarboven. Sterrenhemel. Ja. Stel je voor dat glas weer breekt. Dan staan wij denk ik nog redelijk veilig. Daarom, zou je rennen of zou je meezwemmen? Koop maar geen kaartje, ja. Oh nee. We hebben een probleem. Politie, kom snel. Hij is het hekje over. Wat gaan we doen? Mias, kom. Mias, kom. Hij komt niet meer. Oh nee. Oh, we hebben er weer. Oké, we lopen even verder, maar kijk hier dan. Hier zijn al die haaien. Dit is niet normaal. Echt, dit is zo sick. Wow, kijk daar dan in. Nog een andere mooie eyecatcher in deze mall. We hebben het vorige keer niet gezien. Het is waterval. Dat is super vet hoor. Daar hebben ze allemaal van die poppen eraan gehangen. Soms is naar beneden duiken. Maar het water valt zo mooi satisfying naar beneden. Echt, je blijft dit. Kijken. Ja, heel erg leuk. Daarachter ook nog. Wauw. Wat zeggen we? Wauw. Wauw. Heb je allemaal taxis. Maar kijk hier, gewoon Louis Vuitton taxi. Ja, ze gaan een taxi pakken. Want heel eerlijk, we zijn nu al even op zoek naar een leuk plekje met een mooie view om wat te gaan eten. Maar goed, voordat we aankomen, dus even kijken waar we heen moeten gaan. Dat is best groot. Zo uit en dan moet ik zeggen dat ze nu opeens tegen mij zeggen: we moeten hier niet zijn, waar moeten we dan zijn? Ik weet het niet. Weet jij waar we heen moeten gaan, Dan? Ik zie al die merken. Volgens mij moet je over naar Louis. Volgens mij was dit toch? Gaan we hier wat eten? Ik moet echt even wat gaan eten, maar. Friend, do you know where it is? Nee, die weet niet. Oké, jongens, waar gaan we heen? Ja, weg. Oké, we zijn eindelijk aangekomen. Als we hier naar boven gaan, zijn we. Bij de foodhal. Na een uurtje of zo. Esra, wat ben je aan het doen? Wat doet die buggy? Daar zijn de restaurants. En wat doet zij? Gaat ze hierin. Echt waar. We zouden gaan eten. Weet je, een pakje koffie? Ja, wij wachten hier. Heb je trek gekregen?
Ik ga me eentje eten. Echt. 3 hours later. Na lang zoeken, daar heb ik het echt over heel lang, zo lang dat je zeg maar chagrijnig wordt omdat je echt trek hebt en moe bent van het lopen, heb ik eindelijk een plekje gevonden. Alle mooie plekjes moest je reserveren, dus drama, maar we hebben een plekje. Ik hoef echt niet veel te zeggen, want als je die achter Sarah kijkt, ja, dan zie je allemaal vlees hangen. Het is een heel restaurant. Moeten reserveren, maar we hebben toch nog kunnen fixen. We hebben nog wat kunnen fixen. Maar wat wel leuk is, hierachter is straks de fonteinshow. Die komt volgens mij om 30:30 of zo. Dus als die straks aangaat, gaan we even kijken. En natuurlijk even hopen dat snel ons eten komt, want we hebben echt trek. Ze eten is aangekomen. Kijk, je zo lekker. Terwijl de eten is gekomen, moet je eens kijken wat hier ook is. Hier is ook gelijk de fonteinshow, gelijk achter ons. Dit is toch nog mooi, met de grote Burj Khalifa achter. Beter kan je niet treffen op zo'n dag, hè? Hierachter hebben we mooie muziek, fonteinshow. Wat zei je? Hoor je dat het einde komt? Ja, dat was hem. Dat was hem, applausje. Applausje, applausje, applausje. Trouwens, wat wel grappig is, we zijn hier 2 keer uit eten gegaan en 2 keer eten we gewoon in Turkse restauranten. Oh. Turkse keuken, is ook zo. Turkse keuken blijft gewoon het lekkerste, maar nog 1 keer. Oh. Dat is wel lekker, hè? Zo lekker dit, hè? Mm. Eet smaak. Oké, onze tafel is leeg. We hebben goed gegeten, maar we krijgen nu ook een toetje. Alleen ze zijn bolletje kwijt. Hij staat net wat achter jou. Hij staat achter mij te zoeken van wie het is. Dit is voor ons, maar we denken, wacht maar even. Maar, komt hij? Oké. Oh, lekker ijsje voor de jongens. Maar de jongens hebben allemaal hun ijsjes gekregen en nu is het ons toetje aan de beurt. Lekkere baklava. En tegenwoordig doen ze op de baklava ook van die. Wat is het eigenlijk? Gewoon normaal vanille-ijs of zo, hè? Ja, het lijkt een beetje op een soort slagroomijs. Ik wil zeggen dat het echt gruwelijk lekker is. Dus als je ooit een keer toetje wil bij het Turkse restaurant, moet je een baklava nemen. En ik weet niet wat hij aan het doen is. Oh, lekker. Ga nu heel stuk. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar... Oké, we zijn uitgegeten. We staan nu buiten. Als het goed is, begint de fonteinshow hier zo meteen. Die willen we even goed van dichtbij zien. Burj Khalifa zie je hier ook helemaal vol met lichtjes. En check even, dus ik weet niet goed of jullie het kunnen zien. Maar er is zo'n mensenmassa. En de show die is denk ik om de 30:30 of zo. Maar het staat gewoon echt de hele tijd vol. Voor de overkant, het is gewoon niet te zien, maar het staat vol met mensen. Het is zo druk. Vandaar dat we hebben besloten om hier te gaan staan. We hebben de kids opgestapt. Kunnen ze er een beetje overheen kijken. Hi. Kijk eens even. Hi. Oh nee, weer de shirts die we weg kunnen gooien. Nee, niet weggooien. Ik kan de vlek eruit krijgen. Ik kan er niet uit, maar ja. Oké, de fonteinshow gaat beginnen. Kijk. Het gebouw is ook helemaal verlicht nu. Van de show even over naar wat veel leuks voor de kinderen. Dev en Eli die zitten er al, maar we gaan even kijken welke gaat Mias kiezen. Oh. Welke gaat het worden? Hij pakt de gele. Hij pakt de gele. Maar ik vraag me af of hij het alleen kan, want anders kunnen wij achterop. Maar jij kan achterop. Ga jij achterop? Oeh. Moet sowieso, hij gaat niet bij je pas. Oh, wat ben ik blij dat hij met Esra samen gaat. Houdt hij je wel? Ik ga eerst even kijken. Ik ben even bang. Esra, voor jou. Het zijn een botsauto's. Jongen. Doe het, ik krijg een bekeuring hier zo. A few minutes later. Nee, niet botsen. Wel botsen. Als hij botsen is het echt mijn zoon. Oh, Debra, wat doe je nou? Deze twee route is daar zo. Wat willen zij nou weer doen? Gaan ze een helling op. Echt waar. Jullie doen alles wat niet mag eigenlijk, hè? Maar eigenlijk wel wat leuk is. Wacht even, Debra, wacht. Wacht. Waarom ze dat doen? Ze willen snelheid. Oké. Jongens, we gaan kijken wie sneller is. 3, 2, 1. Go. Wow, ze gaan hard. Ze gaan hard. Ze gaan super. Jullie gingen kapot hard. Debran is zo aangesproken naar Debbie. Ja? Wat zei meneer tegen jou? Niet doen, hè? Ja. Papa zei nog tegen jou. Niet doen, hè? Jij zei, doe maar. Dat zei ik niet. Oké, wat we gaan doen is dus... een drempeltje nemen. Go, Esra. Kom op, je kan het. Je kan het zo, maar kijk ook die twee. Eerlijke Esther. Deze twee zijn echt best maagd. Dit zijn echt wel goede baasjes. We staan hier, we zijn mijn broertje kwijt. Waar zouden jullie weer eens een keertje zijn?
Echt waar, als iemand geks op auto's is, hij het wel. Alleen wat hij niet weet is, ik weet niet of ik het mag zeggen voor Esther überhaupt. Wij hebben 2 auto's gehuurd voor 2 dagen. Ja, niet veel. En ene van is deze, moet ik verklappen. En de andere, moet ik wel zeggen, iets dikker dan deze. Dus binnenkort, wat is er? Hey, where are the Lamborghini keys? I lost them. Zo, maar die komt over een paar vlogs terug. We zitten in de taxi en moet je nu kijken wat daar zo komt. Op de Burj Khalifa hebben ze nu ook lasershows. Nou, net kwam een lasershow, ik weet niet waar het nu is. Nee, je ziet het niet meer. Maar er is wel meer spektakel. Ja, er is meer spektakel, maar ik weet ook... Ja, maar je hebt ook zoals vuurwerkshows zo hier. Hè? Wat moet je opletten? Kijk. Komt het? Bijna met z'n Nee. Oké, we zijn weer aangekomen in onze suite. Al moet ik wel zeggen dat Della en Ina hier niet zijn. Die gaan slapen bij hun oom op de kamer. En Sarah en ik moeten het zien te overleven met Mias. En dan heb ik het ook echt over overleven. Want we hebben al 3 nachten achter de rug hier in Dubai. En al 3 nachten is Mias echt in zo'n vreselijk slaapritme. In Nederland heeft hij er al last van. Hier op vakantie is echt helemaal horror inderdaad, zoals Sarah het al zegt. Vannacht is hij bijvoorbeeld wakker geweest van 2 uur tot 6:15. Dus we zijn echt, ja, vooral ik lig heel veel wakker. Ik ben helemaal gebroken. Ik weet niet wat het is met hem. Maar goed, het bedje kan hij dus ook uitklimmen. Dus wat hij ook gewoon doet is gewoon... Hij klimt er zo over, hè? Hij gaat hier bij ons opeens ertussen liggen. Want normaal gesproken liggen wij hier dan ook met Eli of met Deborah. En die maakt hij dan ook allemaal wakker. En dan denk je, waarom neem je hem niet bij ons in bed? Nou, dat is omdat Mias heel veel draait. En ja, dus ook gewoon zo bed afrolt. Maar Mias, kunnen we alsjeblieft afspreken? We willen ook gewoon vroeg opstaan en een leuk vakantie vol energie hebben. Dat jij gaat slapen vandaag. Hebben we een deal? Kijk, dit bedoel ik dus. Dit doet hij ook gewoon midden in de nacht allemaal en in de avond. Kijk, het is echt drama. Hij heeft hier helemaal losgemaakt, hè? Okay. Hij is gewoon helemaal kapot gemaakt. Hij is echt terror, baby. Ja, goed. Wij gaan in ieder geval hopen op een goede nachtrust en de video bij deze afsluiten. Jullie bedankt voor het kijken naar deze video. Dan zou ik zeggen, abonneer en tot de volgende keer. Zeg maar doei doei. Doei. Hij weet dat hij moet slapen. Dan wil hij niks zeggen. Maar in ieder geval, doei.